Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie mijn gelezen boeken van juni bespreken. Ik heb in juni 6 boeken gelezen en ik ga in deze video deze boeken even kort bespreken. En ik vertel uiteraard wat ik van deze boeken vond. Mocht je benieuwd zijn naar de boeken die ik heb gelezen in juni en of ik ze zou kunnen aanraden, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Een dozijn gin en tonics gewerkt. Dit boek is geschreven door Lisanne Stam. Dit boek gaat over Nova. En Nova die wordt na een wilde avond stappen, wordt ze eigenlijk wakker voor haar voordeur. En ze kan zich helemaal niks meer herinneren van die avond. Ze heeft een verschrikkelijke kater en haar zusje Katie die maakt zich daar nogal zorgen over. En die ziet het ook als haar missie om Nova uit haar bed te krijgen. Want ze wil graag onderzoeken wat er die avond is gebeurd, omdat Nova dus van niks meer weet. Katie heeft een vriend met de naam Bob. En door die vriend komen ze eigenlijk stukje bij beetje te weten wat er die avond is gebeurd. Ze gaan dan ook naar het strand toe, waar Katie dus eigenlijk, Nova eigenlijk helemaal geen zin in heeft, want ze heeft een kater en ze zit helemaal niet te wachten om te gaan liggen bakken op het strand. Maar Katie die heeft daar met haar vriend Bob afgesproken en die vriend die heeft een broer. En die broer dat is Jarno. Nou is het zo dat Nova en Jarno elkaar kennen en Nova heeft dus wat berichtjes gestuurd naar Jarno, maar die zijn ook weer verwijderd. Nova voelt zich daar helemaal niet prettig bij. Die besluit dan ook om naar huis te gaan, omdat ze dit allemaal niet zo goed aan kan. Dan belt Katie haar later op om het plan te gaan hervatten, om te gaan ontdekken wat er dus met haar is gebeurd. En ze brengt daarbij Bob en Jarno mee. Ze beginnen eigenlijk waar de avond geëindigd is, bij een café, strandtent eigenlijk. En dan komen ze erachter dat een collega van Nova, Sarah, er ook wat mee te maken heeft. Het blijft voor Nova nog steeds een beetje onduidelijk waarom alle berichtjes naar Jarno toe gewist zijn. Maar eigenlijk vindt ze stiekem Jarno best wel leuk. Wat er nou precies die avond is gebeurd, dat ga ik je niet vertellen. Dat is iets wat je zelf zou moeten ontdekken als je daar benieuwd naar bent. Ik vond het echt een heel leuk boek, want het is ook wel echt een hilarisch boek. Het is een mix van vriendschap en jaloezie. En er zit ook wel een beetje liefde in dit boek. Dus ik vond dit boek echt wel heel erg leuk. Het volgende boek wat ik heb gelezen is geschreven door Jacodine van der Velde. Dit boek heet Zwarte Koffie, Macchiato en Takte. Dit boek gaat over Sarah. Sarah heeft eigenlijk een heel fijn leven. Ze is getrouwd met Stef. Ze hebben twee dochtertjes, Jenna en Liv. Ze heeft sinds kort een heel leuk baantje bij Bagels & Beans. En dat is de tent van haar beste vriendin Marit. En zij heeft het er hartstikke naar haar zin. Alleen haar man die was het eigenlijk niet eens met de keuze dat zij daarvoor zou gaan werken. Het is dan ook zo dat haar ouders regelmatig oppassen, zodat als zij moet werken en als ze dan terug van haar werk komt, staat het eten vaak klaar en kan ze gewoon lekker aanschuiven. Steeds vaker is het zo dat Stef weer afbelt van dat hij later komt en niet mee eet. In eerste instantie zoekt Sarah daar niet zo heel veel achter. Alleen de communicatie tussen die twee die loopt eigenlijk al een tijdje niet meer lekker. Stef die maakt ook wat opmerkingen waar Sarah heel onzeker van wordt. En ze besluit het een beetje naast haar neer te leggen, want ze weet Stef heeft het heel erg druk. Ze hebben momenteel grote zaken op zijn werk, dus ze heeft zoiets van laat maar even. Dan besluit ze Stef op een middag te gaan verrassen met de kinderen en daar zit een secretaresse en die vindt ze niet heel tof. Ze vindt dat niet een hele toffe vrouw. Ze kletsen even wat met Stef en dan vertrekken ze weer. Dan hebben ze een, uh, eigenlijk
Omdat het nog steeds niet heel lekker loopt, besluit Sarah Stef te gaan verrassen op zijn werk in haar eentje. Ze heeft de kinderen bij haar ouders gebracht. En daar komt ze erachter dat Stef een verhouding heeft met die secretaresse. Gelukkig is het huis van Sarah en ze gooit Stef er à la minute uit, want ze komt er al snel achter dat zij de enige is die wil vechten voor het huwelijk. Heel kort daarna gaat Stef ook al gelijk samenwonen met Sarah. Hij logeert eerst een tijdje bij zijn ouders. Zijn moeder is niet heel groot fan van Sarah. Die belt haar zelfs kwaad op van wat is er gebeurd. En dan zegt ze ook, laat Stef het maar uitzoeken. Of vertellen wat er is gebeurd. Intussen heeft ze op haar werk ook wat aandacht van een man. Maar Sarah is daar helemaal niet aan toe. Want ze ligt in scheiding en het is allemaal heel lastig. Ook met de kinderen loopt het niet heel erg lekker, want die willen eigenlijk, haar oudste wil absoluut eigenlijk niet bij Stef zijn. Ze heeft hem zelfs een paar keer uit de brand geholpen als dat misgaat. Ze heeft eigenlijk best een paar leuke dates met de macchiato man, want hij bestelt dus altijd macchiato. Maar ze merkt toch dat het niet is wat zij in een man zoekt. En ze besluiten ook om het contact te verbreken. Dan komt ze wel in contact met een hele met de vader van de vriendin van een van haar dochters. Die is ook alleenstaand en daar begint ze toch wel steeds meer voor te voelen. Ze spreken een paar keer af en of dat uiteindelijk tot een mooie relatie tot stand komt, dat is iets wat je zelf zou moeten ontdekken. Maar ik vond het wel een heel mooi boek. Ik vond het af en toe ook aangrijpend omdat er een scheiding in voorkwam. Maar ik heb wel van dit boek genoten. Het volgende boek is ook van Jacorine van der Velde. En dit boek heet Bagels en een bakje troost. Dit is eigenlijk het vervolg op het boek wat ik net heb besproken met jullie. Dit boek gaat over Marit, de vriendin van Sarah, die dus bagels en beans heeft. Marit heeft best wel een moeilijke tijd gehad, want ze heeft de zorg voor haar 17-jarige broertje, omdat hun ouders zijn omgekomen bij een auto-ongeluk. En daardoor heeft ze dus ook deze koffiezaak over moeten nemen, want die was oorspronkelijk van haar ouders. Ze heeft zich altijd voorgehouden dat ze eigenlijk het perfecte leven heeft en heel gelukkig is met haar single leven. Ze heeft eigenlijk genoeg ervaring opgedaan dat ze weet, ik wil geen relatie meer. Ze heeft haar handen ook vol aan de zorg voor haar broertje en aan de koffietent. De laatste tijd voelt ze zich toch wat rusteloos, omdat ze begint aan heel veel dingen te twijfelen. Want doet ze het wel goed met haar broertje? Hoe wil ze haar leven verder invullen? Tijdens een avondje stappen loopt ze haar ex tegen het lijf. En die ex die heeft haar echt heel naar behandeld, want die heeft de relatie verbroken nadat haar ouders waren overleden, want dat kon die allemaal niet aan. Aan de bar zit daar een jongen en daar begint ze tequila's mee te drinken, want ja, dat konden ze allebei wel gebruiken. Deze avond die eindigt vrij gezellig, maar tot ze erachter komt dat dit de macchiato man is waar Sarah een tijdje mee gedate heeft. Ze probeert eerst het contact nog wel af te houden, maar eigenlijk hebben ze het steeds wel veel gezelliger met elkaar. En dan blijkt ook nog eens dat de macchiato man een hele goede invloed heeft op haar broertje. Want die wil eigenlijk met zijn school niet echt verder. Hij biedt hem zelfs een baan aan. En hierdoor weet haar broertje ook op een gegeven moment wat hij zou willen gaan studeren. Probleem is alleen, ze durft dit Sarah niet te vertellen. Want ze weet eigenlijk niet hoe zij erop zou reageren, omdat je toch de vriendinnencode hebt van de ex van je vriendin, blijf je af. Tot ze ontdekking doet die haar leven heel erg zal gaan veranderen en waarvan ze ook niet weet hoe deze man op haar zal reageren. Het is uiteindelijk best wel een hele moeilijke weg. Ik zal je ook niet vertellen hoe Sarah op de relatie reageert die ze uiteindelijk met deze man krijgt. Ik vertel uiteindelijk ook niet wat het leven zo op zijn kop zet. Maar ook van dit boek heb ik toch wel heel erg genoten. Ik vond het echt een heel mooi boek. Gewoon hoe alles een beetje samenkomt. Dus ik vond dit ook een aanrader.
Het volgende boek wat ik heb gelezen is van Natasha Madison. En dit is het boek Slechts een vergissing. Dit boek gaat over Cooper. En Cooper die komt eigenlijk uit een vrij succesvolle familie. Zijn vader is een succesvol schaatser en zijn opa ook. IJshockey heb ik het dan over. Hij speelt eigenlijk op het moment het beste spel van zijn leven. En hij heeft alles wat hij ooit wilde. Althans, dat dacht hij. Maar dan wordt hij verkocht aan Dallas. En dan komt hij er ook nog eens achter dat de vrouw waarmee hij getrouwd is van hem wil scheiden. En ze hebben samen twee kindjes. Nu is hij dus een single vader en woont hij in een stad waar hij eigenlijk niet echt thuis is. Want ja, hij woonde altijd dicht bij zijn familie, wat hij heel prettig vond. Erika die is spelersmakelaar en ook een hele goede vriendin van Cooper. En heeft hem ook heel erg geholpen tijdens de scheiding van zijn vrouw. Want die eiste allemaal dingen en die heeft het contract zo dichtgetimmerd dat ze niet meer kreeg dan waar ze recht op had. Ze steunen elkaar eigenlijk door dik en dun. En ze hebben zelfs helpt ze om Cooper aan hun huis te komen. Tot ze een nacht eigenlijk helemaal losgaan met de drank en alles verandert. Omdat er ja, wat dingen gebeuren die eigenlijk in een vriendschap niet thuis horen. Cooper is vastbesloten om dit met Erika verder te willen uitzoeken. Omdat hij toch wel merkt dat zij heel goed omgaat met zijn kinderen. Ze heeft hem zo goed geholpen met het uitkiezen van een woning. Hij neemt haar zelfs mee op vakantie. En ja, daar komen de gevoelens toch best wel naar boven. Erika houdt de boot toch nog wel een beetje af. Want zij is heel erg bang om de vriendschap op het spel te zetten. En heeft echt zoiets, deze dingen mogen niet meer gebeuren. Maar ook dan merkt zij dat ze toch wel nader tot elkaar komen en dat ze het moeilijk vindt om tegen haar gevoelens te vechten. Ook merk je gewoon in dit boek dat de ex van Cooper echt geen leuke vrouw is. En uiteindelijk wil zij Cooper zelfs terug, want ze merkt dat ze de grootste fout van haar leven heeft gemaakt. Erika besluit daarom een stapje terug te doen. En Cooper weet eigenlijk helemaal niks van wat zijn ex van plan is. En dat komt er uiteindelijk wel uit. En hoe ze dit dan gaan oplossen, dat hou ik in het midden. Dat ga ik niet vertellen. Ik vond dit boek ook wel heel leuk. Vooral omdat ik Cooper al een beetje ken uit de andere boeken. En toen was hij zelf nog een hele jonge jongen. En nu lees je het verhaal van nu hij een volwassen man is. En dat vond ik wel heel leuk. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek De Citroen op de Taart. Geschreven door Miriam Mysterius. Dit boek gaat over Maria. Maria die heeft haar relatie zien stranden, want zij is heel succesvol geworden in het schrijven van kookboeken. En haar ex kon dat succes niet aan, ook omdat ze inmiddels meer verdiende dan hemzelf. Dus de relatie is daardoor gestrand. Haar agent heeft daarom ook een huis gehuurd in Zuid-Frankrijk. In de hoop dat ze daar weer inspiratie zal vinden voor haar recepten. De inspiratie heeft ze ook heel hard nodig, want er komt momenteel heel weinig uit haar vingers. Miriam is eigenlijk sinds de breuk met haar ex Paul zichzelf niet meer en ze vindt het heel erg moeilijk om alles weer een beetje terug te vinden. Als ze daar eenmaal aankomt in dat huisje, ontmoet ze al wel een buurman. En die zegt dan ook van, oh, ik wil wel proefpersoon zijn voor als je recepten hebt gemaakt. En die wil dus wel eens wat komen proeven. En ze komen eigenlijk in contact doordat zijn kat in de dakgoot van Maria zit. En ze absoluut niet weet hoe die daaruit komt. Uiteindelijk blijkt dat die kat gewoon zelf die dakgoot weer uit kan. Als ze op haar eerste avond wat gaat eten in een eetentje, besluit ze daarna om eventjes uit te gaan bijen op het strand. En daar ontmoet ze eigenlijk een hele leuke man. En ze kletsen wat, ze besluiten nog wat te gaan drinken en hij vraagt daarmee uit op een date. Uiteindelijk stemt ze daarmee in. En
op de avond dat deze man haar op komt halen, komt ook net haar buurman aan en die reageert eigenlijk heel raar op deze man. En hij heeft echt zoiets van, kijk uit met wat je met deze man doet. Ze hebben het eigenlijk wel heel gezellig, maar ze kan hem daarna ook weer wat moeilijker bereiken. Dus ja, ze probeert het naast haar neer te leggen, maar haar telefoon negeren vindt ze best wel moeilijk. En de recepten komen ook nog steeds niet uit haar vingers. Ze heeft haar buurman inmiddels nog wel gepeld naar waarom hij zo reageerde op die nieuwe man, maar daar wil hij verder niks over loslaten. Ze besluit daarna nog eens terug te gaan naar dat tentje waar ze wat heeft gegeten en ze neemt daar een koffie en krijgt daar een taartje die ze echt verrukkelijk vindt. Als ze dan aan de serveerster vertelt dat ze ook zelf kookboeken schrijft, worden er ineens allemaal taartjes bij haar bezorgd die ze mag proeven. Nou, ze vindt ze heerlijk en ze wil zelfs een van die taartjes ook proberen te maken, maar ze komt er maar niet achter wat erin zit. Ze wil eigenlijk deze mysterieuze kok heel graag bedanken, maar ze krijgt hem maar nooit te spreken. Tot ze eigenlijk op een hoogtepunt belandt waardoor ze erachter komt dat de man waarmee zij een paar keer op date is geweest een dubbel leven leidt. En waardoor ze dus ineens begrijpt waardoor haar buurman haar heeft bedrogen. Of ze erachter komt wie deze mysterieuze chef gaat zijn, dat zal ik in het midden laten. Ik had zelf al vrij snel een vermoeden, maar daarvoor zou je dit boek echt zelf moeten lezen als je erachter wil komen. Het volgende boek wat ik heb gelezen, is tevens ook het laatste boek, is De Betoverende Antiekzak van Manuela Inuza. Deze komt uit de Valerie Lane reeks, dit is boek 3. Dit boek gaat over Ruby en Ruby die restaureert snuisterijen van over de hele wereld en verkoopt ze in een kleine antiekwinkel die ze jaren geleden heeft overgenomen van haar moeder. Eigenlijk was dit niet haar doel, maar haar moeder is overleden en die heeft gevraagd of ze alsjeblieft die winkel wilde overnemen. Eigenlijk kwam in de vorige boeken al wel naar voren dat deze winkel niet zo heel goed loopt, want de producten die zij verkoopt zijn best wel aan de prijs en zelfs haar vriendinnen van Valerie Lane kunnen die producten eigenlijk niet betalen. Ruby woont met haar vader in huis die de weg helemaal is kwijtgeraakt na het overlijden van haar moeder en die wil de hele week hetzelfde eten. Als hij een week heeft van bananen, eet hij de hele dag bananen. Soms heeft hij een week van bonen uit blik en wil hij alleen maar bonen uit blik. Dus ze heeft het daar best wel moeilijk mee. Ruby die heeft inmiddels ook contact met een man die is eigenlijk woningloos. En die zit daar altijd in hun dorpje. En daar gaat ze best wel veel mee om. En ze laat hem af en toe zelfs in haar winkel slapen als ze... Als het heel erg slecht weer is. Ruby die weet eigenlijk niet meer hoe ze de eindjes bij elkaar aan elkaar kan knopen. En als dan ook nog eens blijkt dat het spaarpotje wat ze had staan leeg is omdat haar vader dat heeft uitgedeeld aan de zwervers bij de supermarkt, zit ze helemaal met de handen in het haar, want hoe moet ze de huur gaan betalen voor de komende tijd? Ze verkoopt af en toe wel wat en daar kan ze dan net de huur weer mee betalen, maar het is niet voldoende. Ruby besluit daarom ook om een tijdje de winkel maar even achter zich te laten, want ze weet gewoon niet meer wat ze ermee aan moet en ze moet eigenlijk gewoon heel goed nadenken wat ze met deze winkel wil. Eigenlijk door de man waarmee zij omgaat, komt ze eigenlijk op het idee om een totaal nieuwe winkel te beginnen, want haar droom is een boekwinkel hebben. Ze wil dit eigenlijk in eerste instantie niet omdat ze bang is dat ze het werk van haar moeder vergooit, maar ze weet eigenlijk gewoon niet meer hoe ze het andersom moet breien. Ze besluit daarom om heel veel leuke ideeën op te gaan doen en de winkel totaal om te gooien. Ze houdt een uitverkoop waarin ze heel veel spullen verkoopt. Daar verdient ze gelukkig aardig wat geld aan, zodat ze weer door kan en kan investeren in nieuwe spullen voor haar nieuwe boekwinkel. De relatie met deze man is trouwens heel erg ingewikkeld. Ze voelen allebei wel wat voor elkaar, maar hij durft zich daar niet aan toe te geven omdat hij een verleden heeft waarvan hij zichzelf de schuld geeft. Gelukkig kan deze man wel heel goed met haar vader en dat is voor Ruby een heel fijn teken. Of de nieuwe zaak van Ruby dan wel zal gaan lopen en of ze hierdoor wel uit de brand is geholpen en hoe de relatie zal eindigen met deze man en wat het grote geheim is wat hij meedraagt,
ga ik niet verklappen. Maar ik heb wel heel erg genoten van dit boek. En ik verlang alweer heel erg naar het volgende boek waar ik naar uitkijk. Want ik vind deze boeken echt fantastisch. Dan waren dit alweer de gelezen boeken van juni. Ik heb echt heel erg genoten van deze boeken. Ik ben ook heel erg benieuwd of jij misschien interesse hebt om een van deze boeken te gaan lezen. Of dat je ze misschien al eens hebt gelezen. Misschien denk je, nee, het zijn geen boeken waar ik interesse in heb. Dat kan natuurlijk ook. Laat het vooral even weten bij de comments. Ik zou het ook wel leuk vinden wat voor boeken jij wel graag leest, mocht je een lezer zijn. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!